Voor 15 februari van elk jaar moet de plasdraspomp weer geïnstalleerd worden. Even de spullen bij elkaar gezocht. Neem het mee in de voerbak en dan gaan we op weg richting het land waar de plasdraspomp staat. Kijk het bordje van broedgebied weidevogels. En daar helemaal op achterna de staat. Je krijgt er achteruit naartoe, want het land is al behoorlijk nat. Ik moet een heel stuk land onder water zetten. Maar ik heb een goed begin door de vele neerslag van de laatste weken. Kijk eens, het is al compleet meer. En daar staat dan de plasdraspomp. Zo, dit weer uit de voerbak pakken richting de pomp. Er ligt de buis. Die buis, daar stroomt straks het water door. Ik weet niet of het helemaal verstandig geweest was dat ik met de trekker hier naartoe reed, maar het was gewoon praktisch. Zo, er zit een stroomklokje in, zodat de hele kas onder stroom staat. Eerst de stroom eraf. En dan kan die van slot. Dit is allemaal ter bescherming dat de accu niet afgestolen wordt. Even een blik in het kastje. Nou, de buis pakken. Slang in de sloot. En voor wie vorig jaar mijn vlag over de plasdraspomp niet heeft gezien. We zetten het land hier een stuk onder water om de weidevogels te gaan beschermen. Weidevogels die komen op de natte gebieden af. Helaas zijn er door de jaren heen steeds minder weidevogels gekomen. Maar ik heb nu 2 jaar de plasdraspomp staan. En gelukkig zie ik weer meer weidevogels in het land. En wie vorig jaar mijn vlag heeft gezien, die heeft ook gezien dat er rond de plas behoorlijk wat weidevogels zaten. En dat ga ik later dit seizoen ook in beeld brengen. De buis aan de slang. De pomp die werkt op zonnepanelen. Die laden de accu vol. En op een bepaald niveau stroom, dan slaat de pomp aan. En dan pompt die het water over het land. Stekker van de vlotter in de kast. Die moet nog even vast. Tja, en met dat ik de stekker vast heb, stroomt het water er door de buis. Nou, nu dat loopt. Deksel er weer op. Slot eraan. Stroom weer op het kastje. Nou, het was een zonnige dag. En de accu die heeft mooi wat stroom. En die pompt flink. Ja, ik laat geen geluiden horen, want het waait hier heel hard. En daarom het geluid minimaal. En kan ik mooi een voice-over inspreken. En op de achtergrond zie je ook allemaal plassen. Het land is overal erg nat. Tja, het is nu 30 februari en ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de weidevogels hier zijn. Ja, je kunt zien dat ik zo teruggereden ben. Het spoor en even vanaf de weg een blik richting de pomp. Dit wordt vervolgd.